Met Sint-Juste had hij sokken aan waarvan jij het gevoel had... Nou, ik stoor me daar geweldig aan. Die voetballers die tegenwoordig die kousen helemaal omhoog trekken... zoals deze meneer Sint-Justus. En Sint-Justus? Kijk, dus, Sint-Just, hoe heet die? Sint-Juste, ja. Nou, maar... kijk, de charretels ontbreken er nog aan. Dat zou best geil staan, maar ik vind het geen... ik vind het geen gezicht voor een voetballer. En ik vind ook dat de scheidsrechter, spelers... die moeten scheenbeschermers, dat is tegenwoordig geloof ik verplicht... Nou, dat ze gewoon een tijdje. Dat is al een tijdje zo. Nou ja, maar net nadat jij bent gestopt. Jij hebt op een gegeven moment die Ronaldo, die ging ze over zijn knietjes doen. Ja. Maar hij trekt ze tot aan zijn lies op. Ja, precies, maar er zijn meer spelers die dat doen. Geen maar ik vind man. Gewoon onder de knieën moeten die kousen keurig omgevouwen worden. Ook een club moet zorgen dat het tenue in orde is. Ik weet nog wel, toen ik in Duitsland speelde... Ja, dan mocht je ook je shirt niet over de broek hebben. Het floot de scheidsrechter af, shirt in je broek doen. Ja. Was